Taco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect Escape Mode. Hier op Vacu Games. En jongens, na onze vroegtijdige dood in de aflevering van gisteren, heb ik eigenlijk wel weer pittig veel behoefte om gewoon weer eens een keertje lekker snel te ontsnappen uit de gevangenis. En de gevangenis die ik vandaag ga spelen, dat is deze. Die is gemaakt door Jim, of Jim, net hoe je het uit wil spreken. En ik zie op dit moment één zwak punt, waarvan ik hoop dat het ook daadwerkelijk een zwak punt is. Ik denk namelijk dat als Jim vergeten is om hier buiten aan te geven dat het een verboden toegangsgebied is, dan moet het mogelijk zijn om hier naar buiten te lopen, naar boven te rennen en hopelijk via een openstaande deur naar buiten te komen. Maar dat zal natuurlijk wel, maar we niet. Uiteraard gaat het ongetwijfeld gigantisch fout, dus we gaan het gewoon maar proberen. There we go. Kijk, dit is in ieder geval toegang. Ik mag hier komen. Dat is wel een grote zwakte van deze prison. Oh, please, heilige kip, laat me eindelijk een keer een aflevering maken waarbinnen ik binnen 3 minuten ontsnapt ben. Dat zou mooi zijn. Maar volgens mij kan ik hier namelijk gewoon naar buiten lopen. Dat is ook wel eens een keertje fijn. Na al die ellende van de prisons van de afgelopen paar dagen. Laten we eerst maar eens even kijken. We zijn trouwens vandaag meneer Hoor. Die is trouwens ook weer zwart. Geen racisme tegen meneer Hoor deze keren, jongens. Kan echt niet. Kom op, sluitbap, please. Hallo. December, je hebt echt wel een supercoole snipergun. Oh. Ik wilde hem alleen maar een complimentje geven. Mag dat ook al niet meer tegenwoordig? Ja, dat is een keer aardig. Krijgen we daar weer gezeur over. Deze deur moet sowieso open. Maar er is vast wel een beveiliger die dat wil doen. Volgens mij kan ik hier zo naar buiten lopen. Ik denk dat deze gevangenis de makkelijkste is tot nu toe. Hij zag er best wel ingewikkeld uit. Maar zo zie je maar dat het super belangrijk is om ervoor te zorgen dat buiten verboden gebied is. Je mag er natuurlijk zomaar komen nu. Dus ik ga deze prison vrij makkelijk halen, gok ik zo. Al ligt het er natuurlijk ook wel aan waar ik een plekje krijg, hè? Want ik moet natuurlijk zo ten eerste eventjes in mijn blote penis hier in deze prison. Jongens, even niet kijken. Ik word heel, heel ongeduldig. Ik kan hier echt niet tegen. Ik zou mezelf zo erg knijterhard schamen in deze prison. Ik zit al in de boei, hoor. Als je helemaal in je blote kont moet, gewoon puur en alleen om eventjes te kijken of dat je alles bij je hebt. En dan moet je even voorover bukken en dan je billen uit elkaar doen. Dat wil ik helemaal niet. Ah, oh, shit, ze zien mijn billen. Nou, zo. Oké. Jullie hebben zijn billen niet gezien, hè. Dat mag niet. Daar heeft hij ook billen. Hij heeft drank ook echt meegenomen. Hij heeft gewoon drank meegesmokkeld. Wat een held. Hey, mag ik een celletje dingen aan? Ja, die. Oké, nice. Waar moeten we de cel in? Zo, we zien een heel stuk naar beneden. Heilige kip. Ik ga gewoon even bidden, want dat zal waarschijnlijk wel weer gigantisch moeilijk worden. Heilige kip. Mag ik alstublieft op een vrij makkelijke manier uit deze prison ontsnappen? Dat zou mooi zijn, want al die ellende van de afgelopen dagen. Zou ik... Ik vind eigenlijk wel dat ik het verdiend heb. Gewoon weer een punt erbij, al is het maar vanwege die rare dood gisteren. Ik weet nog steeds niet waarom die dood is. Ik denk dat die op een landmijn is gaan staan de vorige keer. In het donker. Dat waren geen lampjes. Dus op zich is het vrij makkelijk om dan een landmijn te verstoppen. Waar moeten we heen? We moeten daar naartoe. Kijk hoe ver we moeten lopen. Fucking groot, man. Loop door. Oké. Lopen, 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 lopen. Helemaal het hoorn naar beneden. Helemaal naar het zuiden, jongen. Daar krijgen we onze cel. Oké. Gaan we deze aflevering binnen 5 minuten ontsnappen, ja of nee? Ik hoop het wel. Let op. Oké, we moeten hierin. Ja, sorry. Jongens, jullie hoeven niet die hond erbij te hebben. Kom. Ik word weer gecontroleerd. Alleen omdat ik zwart ben. We gaan het de volgende keer kijken. Bij de volgende aflevering gaan we sowieso checken als we een blanke gevangene hebben, of dat hij dan ook 3 keer gecontroleerd wordt voordat hij zijn cel in mag. Ik vind het echt knijter veel racisme. Ik vind deze gevangenis helemaal niet leuk. Ik ga naar huis. Ik ga naar een gevangenis. Zonder racisme. Ik ga naar een gevangenis waarbij ik gewoon zwart kan zijn zonder dat mensen mij daarover lastigvallen. Kan toch niet, jongens, dit. Man, 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 wat een ellende. Wel lekker snel ontsnapt trouwens vandaag. Hey, Henkuk, kut leven, jongen. Ik ga lekker naar huis, want ik vind deze bewakers stom. De bewakers moeten gewoon een beetje respect hebben voor de gevangenen. Dat is toch niet te veel gevraagd. Pam, 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 pam. Jongens, maak alles eventjes netjes schoon. Komt zo met een extra gevangene die mijn plaats in mag nemen. Hopelijk een blanke gevangene voor deze prison. Ja, doe het deurtje maar open. Dank u. Jongens, wat je gezellig. Ik ga er vandoor. Later. Hé, hey, nog een deur. Doe de deur open, zemmer. Kom dan, G. Hey, jij. Maat, met je pet. Kom hier en doe de deur open. Doe de deur open.
Ga je ook mee ontsnappen? Er komt een omaatje mee. Er gaat ook een omaatje ontsnappen. Nice. Ik wil niet nog een keer in een racistische gevangenis opgesloten worden. Als die snipers me doodschieten alleen omdat ik zwart ben, hè? Ik krijg gillen met... Waarom mag ik hier nou niet komen? Er staat nergens dat het verboden gebied is. Hé, hey, dat is naar. Wat is dat nou weer voor bullshit? Dan moet ik dus heel snel kunnen rennen. Hé, hey, kijk eens eventjes. Het is dus toch niet zo makkelijk als dat ik dacht. Ik denk, we lopen zomaar eventjes naar buiten, maar... Hé, hey, broeder, doe de deur open. Ik heb wel een beetje een pedohaar, hoor. Een snorretje, een gek haar. Doe de deur open. Ja, ik mag hier niet in, maar ik ga er toch in. Screw jullie! Haha, het stroomgeweer van je werkt niet. En binnenkort werkt deze stroom ook niet meer. Come on, pak me dan als je kan. Die kamer toch niet pakken. Ik moet proberen om ook sterk te worden. Zodat ik tegen stroomguns kan. Reputatie. Snel, snel, sterk. Moet ik er eentje hebben? Hé, hey, broeder, doe de deur open dan. Waarom zijn de celdeuren gesloten? Iedereen is zelfs tot open, behalve die van mij. Die is open, die is open. Ook weer omdat ik zwart ben natuurlijk, hè. Hallo, mag ik eruit? Ik dacht dat jullie zo aardig voor me waren. Totaal niet. Oh, dan zie je maar, ik onderschat jullie gevangenen altijd. Jullie gevangenissen altijd. Dan lijkt het alsof het super easy is. Ja, deur open. Oh, we moeten doorslapen, dus het is 12 uur s'nachts. Deur open, dank u. Dan lijkt het dus op het super simpel is. Maar dat is het natuurlijk totaal niet. Hé, hey, broeder, mag ik er eventjes die hierin? Hallo. Ja, jij. Doe de deur open. Ze stellen ook helemaal geen vragen, hè. Zo van deze gevangene is gisteren betrapt op het slopen van de elektriciteitscentrale. Maar mag er vandaag gewoon weer in, hoor. Tuurlijk. Dat mag gewoon. Doe de deur open. Hé. Hey. Ik zei doe de deur open. Ik zei niet schiet met een stroomgun in mijn reet. Dat is niet wat ik zei. Doe de deur open. Ik word chagrijnig, hoor, anders. En je wil hoor niet chagrijnig hebben. Deur open. Broeder. Hij negeert me ook gewoon keihard. Jij hebt een hond. Doe de deur. Jij. Kom op, doe de deur. Hij wordt gewoon keihard genegeerd. Zo. Doe de fucking deur open. Ga weg, hond. Ja, doe de deur open. Dank u, dank u, dank u, dank u. Fijn dat je dat nog eventjes deed voor me. Oké, geef jezelf over. Straf overslaan. Dan is hij vanaf nu sterk en een zware jongen. Dodelijk in de aanstichter. Hij is alles nu. Jongens, ik... Oh, die vent het Cox. Haha, wat een lul. Dan mag je naar buiten, please. Waar is de uitgang? Daar is een snipertoren. Dan moeten we vooruitkijken. Maar waarom schoot hij op me? Want het is helemaal geen verboden gebied buiten. Dus ik zou er gewoon moeten mogen komen. Daar loopt het dood. Kan ik dus helemaal terug. Fijn. Het is niet aangegeven dat het niet mag. En als het niet is aangegeven dat het niet mag, dan vind ik dat het mag. Mogen we hier doorheen dan? Kunnen we dan naar het zuiden? Loop helemaal naar beneden, hoor. Wie er dan uit? Daar hebben we Cox weer. Waar is de uitgang? Iedereen gaat daarheen. Ik ga gewoon de andere kant op. Want ik wil en ik moet en ik zal hier eruit komen. Je zou hier doorheen kunnen graven en dan hier eruit kunnen komen. Maar dat is wel heel erg makkelijk. We moeten een beetje een challenge hebben, hè? Hier zijn we toch langs geweest of zijn we hier doorheen gebracht? Voor mij zijn we hier van boven gekomen. We zijn van boven naar beneden gebracht. Dus moeten we helemaal daarheen. En dan via deze kant. Ja, zo zijn we gekomen. Als ik nou een gun te pakken zou kunnen krijgen. Een shotgun van een bewaker bijvoorbeeld. Dan kan ik die sniper doodschieten. Waar ben ik per ongeluk op terecht gekomen dan? Want hier mag ik gewoon komen. Dit is allemaal niet verboden gebied. Maar dit is al sowieso wel doodlopen dan zo. Ja, dit loopt dood. Dus dat is die snipertoren. Dan moeten we geen ruzie meer gaan lopen zoeken. Zien jullie streepjes? Ik zie geen streepjes, hoor. Maar zijn die er ook helemaal niet?
Hier. Het is gewoon open gebied, hoor. We gaan via de bovenkant. Volgens mij is de bovenkant korter. En dan wachten we totdat die guard weg is. Gaan we eventjes de deur dicht houden. Oh, shit. Oh, shit. Daar is geen sniper. Oh, come on. Die sniper is niet thuis. Door wie wil ik trouwens doodgeslagen? Ik ga een gun pakken. Ik ga wraak nemen. Deze gevangenis is helemaal zat. Ik wil... Waar is... Er moet ergens een bewaker met een gun zijn. We hebben een bewaker met een hond. Die zoeken we niet. Een bewaker met een shotgun. Die ga ik toch met een map verkopen, joh? Ik kan echt niet tegen racisme in deze prisons. Alleen maar omdat hij zwart is. Want hij werd niet aangevallen. Door niemand niet. Er gebeurde iets en ik weet nog steeds niet wat. Maar dat gebeurde dus ook bij die vorige gevangenis. Toen was hij ook in één keer dood. Toen dacht ik ook van, wat gebeurt hier nou? Dat is de luchtplaats. Als ik nou hier brand kan stichten. Misschien is dat ook wel een idee. Dan moet ik eerst een bezoekersruimte zien te vinden. En die heb ik nu niet zo gezien. Ik heb er ook niet echt op gelet hoor. Daar is een bezoekersruimte. Als ik dan die toko in de fik zou kunnen steken. Hoe gaan we daar nou weer bij komen? Moeten we helemaal omlopen? For real? Man. Hoe komen we daar? Via de kennel? Wat is dat nou weer voor rare ruimte? Hoe komen we hier? We moeten via het hondenhok de bezoekersruimte in. Ja zeg. Slaat ook nergens op. Hé, hey, maak het door. Dank u. Aardig. Kijk, trouwens ook nog geen gewapende bewaker gezien. Is deze ruimte toegankelijk? Ja, we mogen bij de honden komen. Oké, sure. Dank u. Mag je erin? Hallo, ik heb bezoek. Oma komt op bezoek. Dank u. En oma neemt natuurlijk mee. Geen telefoon, geen bier. Alhoewel. Ja, een aansteker. Geef een aansteker. Dank u. Oh, dat mag eruit. Hallo. Bezoek is toch niet opkomen dagen. Dus ik wil er weer uit. Ik wil naar huis. Mag ik? Dank u. Doe ik je open. Oh, net de tijd. Nou moeten we die plek weer terug zien te vinden. Waar we net waren. Daarboven ergens. Daar is de personeelskamer. Daar moeten we niet in. Dus moeten we omlopen. En dan moeten we onszelf ook op tijd overgeven. Want als ze ons betrappen... Terwijl we brand aan het stichten zijn, dan blussen ze direct de brand. Dus deze toko moet in de fik vliegen. Maar kijk hoeveel bewakers hier zijn. Is toch niet leuk meer. Misschien de keuken. Misschien kunnen we de keuken in de hens juken. Want daar zie ik wat minder bewakers. Ja, branden, kreng. Branden. Tikken we de deur ook in de hens. Zodat de bewakers daar in ieder geval niet makkelijk doorheen kunnen komen. Alles gaat in de fik. We hebben de deur in de fik gestoken, zodat we hier niet doorheen kunnen komen. Branden! Oh, er staat een muur achter. Oh my god. Oké, help. Meer brand. Kom op. Meer vuur. Dit was echt een super dom idee. Dit was niet heel erg slim. Ja, hier is de muur open. Kan ik hier doorheen? Ja, oké, got it. Dan zijn we in ieder geval hier buiten. En nu? Hoe gaan we over deze muur heen komen? Want dit gaat hem niet worden. Deze muur zal ook al terwijl we hier aan vastzitten. Daar is de personeelsdeur. Hé, ik denk... Brandenkreng. Open die deur, dank u. Hé, we did it. Het is toch gelukt. Hoor. Het is toch gelukt. 22 uur en 15 minuten. Vaku Gamers, knallen jullie die like op deze video als je het nog niet gedaan hebt. Laten we kijken of we de 2000 likes aan kunnen tikken vandaag. Want ik vind dit persoonlijk
een van de betere ontsnappingspogingen die ik tot nu toe heb gehouden. Mocht jij ook voor mij nog een gevangenis hebben gebouwd, die je nog niet in VacuGames hebt ingestuurd, zorg ervoor dat je hem uploadt naar de Steam Workshop. Zet VacuGames in de titel of in de tekst, dan kan ik hem heel makkelijk terugvinden. En wie weet zie jij dan binnenkort jouw Prism wel terug hier op VacuGames. Het is leuk voor mij om te spelen, het is leuk voor jullie om ze terug te zien. 1 en 1 is 2 en hopelijk willen jullie dus ook nog eventjes die like knallen. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen bij de volgende aflevering van Prison Architect Escape Mode hier op VacuGames. Mazzel!